Als er te weinig water in de CV-installatie zit, is deze gevoeliger voor storingen. Onze monteur Mark laat zien hoe je zelf de CV-installatie kunt bijvullen. Dit duurt ongeveer 20 minuten. Het bijvullen van de CV-installatie is nodig als de druk onder de anderhalf bar is. Dit is zichtbaar op de meter van de CV-installatie. Voor het bijvullen van de CV-installatie heb je een vulslang nodig. Houd ook een emmer, een doekje en een waterpomptang bij de hand. Stap 1. Zet de thermostaat zo laag mogelijk. Draai alle radiatoren in huis helemaal open. Heeft de cv-installatie geen digitaal display, haal dan de stekker uit het stopcontact. Laat de cv-installatie afkoelen tot 40 graden. Dit duurt ongeveer 15 tot 20 minuten. Stap 2. Sluit de vulslang aan op de waterkraan. Laat de slang voorzichtig vollopen met water zodat er geen lucht meer in zit. Draai de kraan dicht als er water uitkomt. Sluit de slang aan op de vulkraan van de cv-installatie. Stap 3 Draai eerst de waterkraan helemaal open. Draai vervolgens de vulkraan van de cv-installatie een kwartslag open. Kijk goed op de meter van de cv-installatie. Sluit de vulkraan als de waterdruk bijna bij de 2 bar is. Draai vervolgens de waterkraan dicht. Stap 4 Draai de slang eerst van de vulkraan en vervolgens van de waterkraan. Houd een emmer en een doekje bij de hand om het water in de slang op te vangen. Steek de stekker van de cv-installatie in het stopcontact als deze is verwijderd. Stap 5 Ontlucht nu alle radiatoren in huis zodat ook deze goed functioneren. Hierdoor kan de druk in de cv-installatie weer dalen. Herhaal stap 1 tot en met 4 uit dit filmpje als de druk na het ontluchten onder de 1,5 bar is. Zet als laatste stap de thermostaat op de gewenste temperatuur. De cv-installatie werkt nu weer optimaal.